Note to self. Een ideale partner moet aan veel voorkeuren voldoen. Ook niet kort, ook niet heel lang. En deze hele liefdeszoektocht doet me eigenlijk ook aan iets heel anders denken. Ik voel me zo first dates, oh mijn god. Ik ben Eva en ik vind de liefde het leukste, maar ook het stomste wat er is. Ze zeggen namelijk, op ieder potje past een dekseltje. Maar is dat ook zo als dat potje een beetje afwijkt? Daarom onderzoek ik de liefde bij mensen waar het net even anders dan anders is. En ga ik zelf op zoek naar mijn afwijkende dekseltje. Zo, ik heb nog nooit zoveel gedate. Oh ja, dit was leuk. Oh ja, dit ook. Oh, en deze keer? Maar met Dave was toch echt het leukst. Ja, ik ben de afgelopen tijd een stuk wijzer geworden, maar of de ware bestaat, ik weet het niet. En of de ideale partner er is, ik vraag het me af. Maar goed, je weet wat ze zeggen. Op ieder potje pas een deksel. Toch? Hoi Pablo. Hey Eve. Bijzondere sessie vandaag, de laatste keer. De laatste sessie inderdaad. Mijn vraag is dan ook, bestaat de ideale partner? Ja, nou, een mooie afsluitende vraag voor onze sessies. Ja. Ik weet niet of de ideale partner bestaat. Ik denk dat je samen moet werken aan een relatie en misschien om je relatie ideaal te maken. En wat moet je eigenlijk doen om zo'n ideale relatie te krijgen en vooral ook te behouden? Ja. Ja. Ja, ik zou heel rijk zijn geworden als ik dat wist. Er zijn heel veel ideeën over. Maar een belangrijk gegeven is dat je in ieder geval naar elkaar luistert en elkaar blijft respecteren. Maar het blijft werken, want ja, de tijd verandert alles. En stel jouw partner verandert gewoon gaandeweg door een ongeluk of een herseninfarct of whatever. Dan is toch dat balans wel weg. Wat doe je dan? Kijk, die ander verandert. Ja. En daar is het leven totaal op zijn kop. Maar jouw leven staat ook op zijn kop. Weet je? En ben jij bereid om te incasseren en er samen voor te blijven gaan? Dan moet je liefde wel verdomd sterk zijn. Nou heb ik de afgelopen 6 weken best wel heel veel geleerd op het gebied van de liefde. Maar ik blijf het ook heel erg ingewikkeld vinden. Ja, love is a bumpy road. Het is wel een hele interessante zoektocht, vind ik zelf. Dus ik hoop voor jou, wens ik dat eigenlijk ook toe. Ja, hij is zeker interessant, maar ik vind hem soms ook gewoon stom. Maar uiteindelijk is het ook weer het mooiste wat er is, toch? Ja, maar goed, weet je, niet alles hoeft altijd leuk te zijn. Zonder bitter is er ook geen zoet, weet je wel. Nee, dat is zeker waar. Ja. Zonder bitter, geen zoet. Dat is weer een mooie quote, Pablo. Maar hij weet dus ook niet of de ideale partner echt bestaat. Hoe zouden de mensen op straat daarover denken? Bestaat de ideale partner? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik vind het lastig, want ik heb wel bepaalde dingen die ik echt wil in een partner. Ik geloof wel in dat als je iemand ziet en je wordt oprecht direct verliefd op diegene, dat de ware is. Dat weet ik niet goed. Ik denk niet echt dat er echt de ware bestaat, zeg maar, dat er één iemand is. Ik denk echt wel dat er meerdere kunnen zijn. Ideaal? Wat is ideaal? Goeie vraag, ja. Maar hoe ziet hij of zij er dan uit? Cute. Wat nog meer? Liefdevol, knap, mooi. Zeg maar ook niet kort, ook niet heel lang. Een beetje hier. Een beetje onzeker. That's it actually. Ja, gewoon slank, zeg maar. Ik hou wel van slankie. En hoe zit het dan als je op iemand valt, maar diegene verandert? Ik denk het wel lastig als iemand echt heel erg van karakter verandert, want het valt natuurlijk op diegene's innerlijk. Ik denk dat dat erger is dan dat iemand zijn benen verliest. Want dan ben je gewoon met een totaal andere persoon. Ik heb van mijn ouders geleerd, op elk potje past een deksel. En bij mij zal vast ook wel een dekseltje ergens ooit passen. Dus we zien het wel. Op ieder potje past een dekseltje. Precies. Dat hopen we dan maar. Want aan het einde van de vorige aflevering moest ik kiezen wie voor nu het meest op mijn ideale partner lijkt. En ik heb voor Dave gekozen. Daarom ga ik nu met hem op een hele cheesy, romantische laatste date. Als experiment ben ik de afgelopen tijd op date geweest met Diego, Janno en Dave. Waar het allemaal begon bij een eerste ontmoeting. Waarna we een drankje zijn gaan drinken, het perfecte lichaam hebben gekleid, tussen de beesten hebben gestaan en zijn wezen schilderen, is het dan nu tijd voor de final date met naar mijn mening de leukste jongen en dat is Dave. Ik had met Dave gewoon de beste klik. Ik vind het super cool aan het leven staat. We hebben er gewoon best wel veel overeenkomsten. Dus ik heb er heel veel zin in, ik ben heel benieuwd. En ik heb honger. Nou, de afgelopen 5 dates heb ik meerdere keren met Eva afgesproken en elkaar beter leren kennen. Ja, op zich ben ik wel een romanticus. Het belangrijkste is dat ik gewoon mezelf ben en daarin merk ik wel aan wel of ik wel of niet kan flirten.
Maar ja, het zit zeker wel in me. Nou, ik heb er heel veel zin in. Hi. Hallo. Goedenavond. Hoe is het? Ja, lekker hoor. Zitten we dan? Ja, na 5 keer. Ja. Ja, echt superleuk dat je, ja, dat je mij gekozen hebt om de laatste date mee te doen. Ja, vind je dat leuk? Ja, leuke jurk heb je aan trouwens. Oh, thanks. Ja. Je ziet er ook chic uit. Dank je. Pas, we blenden wel in met de tafel, denk ik. Allebei heel cheesy. Ja, precies. Ja. Corona-proof toast op... Gezellige avond. Gezellige avond is goed. Super. Oh. Alcohol. Heb je eigenlijk hiervoor echt relaties gehad? Nee, jij wel toch? Ja, 2 relaties. Elke keer 6 maanden en dan stopt het. Echt? Ja. Hoe kan dat? Nou, omdat ik op een gegeven moment gewoon heel erg goed weet wat ik wel en niet wil. Weet je dan nu wel wat dat dan is? Er moet gewoon een klik zijn. Ach, kijk eens. Oh, het eten. Lekker hoor. Dankjewel. Wauw. Nou, eet smakelijk. Smakelijk. Heb jij de ravioli? Ja, daar twijfel ik over. Ja. Als het geen corona was, had ik een hapje van je geproefd. Ja, maar ja, dat kan het wel niet. Ik had ook wel honger gekregen. En je had nog geen echte serieuze relaties gehad? Nee. Ja, ik heb wel gewoon echt het gevoel dat mensen het ook minder snel aandurven met mijn beperking. Maar ik snap het ook wel weer. Want ik weet zelf ook niet of ik zo gauw zou kiezen voor iemand met een beperking zoals ik. Kijk, jij hebt geen zorg nodig, maar ik wel. Ja, en als jij bijvoorbeeld een partner wil hebben, laat je dan jouw partner ook een soort van verzorger worden? Nee. Nee, hè? Nee, juist niet. Kijk, als het kind niet anders is, prima. Ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je geliefde niet je verzorgster wordt. Nee. Verzorger. Ik denk dat het heel erg uit balans is. Ja. Kijk, jij snapt nu heel goed wat ik zeg. Maar bijvoorbeeld mijn beste vriendin niet. Ja, die snapt het wel, maar niet zoals wij het snappen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wow, snap. Ik ben van mening dat mensen die niet in de rol zitten dit nooit helemaal kunnen begrijpen. Mijn partner hoeft het niet te begrijpen. Maar vindt wel, hij moet me wel steunen en zo. Mm-hmm. En enigszins natuurlijk zal hij het ook wel begrijpen, maar... Nee, ik vind dat niet per se een must. Jij eet echt snel. Ik eet niet zo snel. Daar heb ik wel wat weg van, ja, dat ik wat sneller eet. Ja? Gewoon rustig aan doen. Ik ben ook een kleine eter, ik krijg mijn bord nooit leeg. Als het kan bestel ik eigenlijk altijd kinderporties. Ik krijg het wel een beetje benauwd van deze setting, zeg. Zo romantic dit. Zometeen zie je meer van deze laatste date. Maar eerst zoek ik uit hoe het is als je je ideale partner hebt gevonden, maar er iets gebeurt waardoor diegene verandert. Fysiek, maar ook in de manier van leven. Want wat als je ineens constant voor iemand moet zorgen? Dat wil ik wel weten. En dus zit ik hier met Ashley en Stephanie. Hi. Stephanie, ik zie vrij weinig aan jou, behalve dat jij een pleister op je arm hebt en een bandje om je andere arm te... Eigenlijk ben jij best wel ziek, ja, toch? Ja, zeker weten. Ja, maar je ziet er niet veel aan. Nee. Nou ja, het is eigenlijk allemaal begonnen dat ik zenuwbeklemmingen had. Dat was in januari 2013 en een half jaar later kreeg ik mijn allereerste alvleesklierontsteking. En inmiddels, van degene die ik geteld heb, waarvan ik minstens minimaal een week dat ze duurde, zijn het er meer dan 44 geweest. Die tussen... 44 alvleesklierontstekingen in een tijdsbestek van 7 jaar? Ja. En in die 7 jaar ben je alleen maar ziek geweest? Ja, ik heb ook niet kunnen werken. Ik heb mijn studie af moeten breken. Nou ja, ik werkte part-time. Ik gaf dansles. Dat heb ik allemaal moeten stoppen. Wat deed dat met jullie? Ja, van leuke dingen doen. We gingen heel veel naar Scheveningen, daar lekker op het strand hangen. Naar eigenlijk niet meer de deur uit kunnen. Ik wil gewoon niet dat mijn vriend mijn zorgverlener wordt. Ik wil dat gewoon niet. Nee. Maar bij jullie sloopt het er natuurlijk best wel in. Op een gegeven moment gaat de grens vervagen. Ja. En dat is iets ook wat echt wel een paar keer bij ons is gebeurd hoor. Waar we ook echt op een gegeven moment gesprekken over gehad hebben van... Hey, we merken dat dit nu te veel op deze manier gaat. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat minder gaat worden? Maar op welke momenten werd het jou echt te veel? Ja, ik denk dat het dan misschien een combinatie zal zijn. Een combinatie van misschien werkdruk. Ja. Een combinatie van zij die dan ziek is. Natuurlijk een zoontje nog en een hond. Ja, en als je dat in je eentje dan draai moet houden. Ja. Op een gegeven moment wordt het gewoon te veel. Ja, dan raak je licht overspannen. Ja, en dan ga je pas beseffen van oké, ik moet het anders gaan aanpakken. Ja. Want anders wordt het voor ons alle twee niet leuk. Het mooie aan onze relatie denk ik is dat als ik binnenkom lopen, dat ik aan haar blik kan zien of ze pijn heeft, ja of nee. Hoe de dag geweest is en hoe de dag eruit gaat zien. Ja. Maar hij zal nooit klagen. Hij klaagt nooit over dat ik me ziek voel of omdat ik dingen niet kan. En dat respecteer ik heel erg, want ik denk dat heel weinig mensen zulke soort dingen zouden aankunnen. Ja. Stel, je had al ontmoet toen ze al ziek was. Was het dan anders geweest? Stel je voor, je zegt aan de beginfase. Ja, misschien
zou ik afhaken, ik weet het niet. Hè? Misschien, maar als je dat zo laat zou zeggen, hè, als ik haar al kent en ik als echt leuk meisje, maar ze is een beperking, dan zou ik waarschijnlijk gewoon doorgaan. Ja. En probeer gewoon dan het beste van te maken. Ja, en vooral met het dagleven. Liefde is voor jou. altijd het mooie in iemand blijven zien. Liefde is houden van de persoon en niet de omstandigheden. Altijd het mooie in elkaar blijven zien. Heel zoet die twee. Daar kunnen we nog een hoop van leren. Snel terug naar mijn laatste date met Dave. Want inmiddels hebben we ons eten op en ben ik eigenlijk wel benieuwd of ik misschien wel zijn ideale partner zou kunnen zijn. Nou, was lekker. Zeker, heerlijk gegeten. Ja, hè? Wat zou dan kort samengevat jouw ideale partner zijn? Nou. nou ja, gewoon iemand die zelfstandig is, zelfverzekerd in wat ze wil en wat ze doet. Wat ik al zei, dat je een aanvulling bent op elkaar. En humor, humor. Gewoon lekker zichzelf, lekker gek doen, weet je wel. Ja. Elkaar voor de gek houden. En bij jou? Veel van wat jij zegt, maar bovenal iemand inderdaad die gewoon zorgt dat ik de beste versie van mezelf kan zijn. Ja. Die mij support in de dingen die ik doe. Iemand die graag samen is, maar iemand die ook heel erg zijn eigen leven heeft. Mooi meegenomen als die kan koken. Iemand die kinderen wil. En iemand met wie ik gewoon echt die connectie heb. Ik vind het echt wel moeilijk om dan nu te gaan zeggen of ik je dan leuk vind of niet. Maar we hebben wel echt een klik, denk ik. Mm-hmm. Ik zou het bijvoorbeeld wel leuk vinden om dit dan verder, weet ik veel, nog een keer zonder de camera's. Ik denk dat het sowieso zonder camera's en zonder alle poespas wel. Dan ben ik echt heel kut. Oh ja, dan hoeft het niet. Geloof je er ook in dat echt een ideale partner bestaat of niet? Ja, maar die is wel imperfect. Ja, goeie. Ja, hè? Ja. Maar dan denk ik dus eigenlijk dat er geen perfecte ideale partner bestaat. Maar de perfecte ideale partner is dus info. Dat is heel ingewikkeld. Mm-hmm. Maar je snapt denk ik wel wat ik zeg. Ja, zeker. Maar je kan ook niet verwachten dat iemand alles is wat je zoekt. Ik denk oprecht ook dat ruzie maken soms best goed voor de relatie kan zijn. Ja, zeker. Want je wordt het meest boos worden op de mensen die je het meest houdt. Ja, haat en liefde, dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. Nee, ja, we zitten tot nu toe wel echt op één lijn. Zeker. Dat vind ik wel grappig. Ja. Nou ja, ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor de afgelopen 6 dates. Thanks. En voor vanavond. Echt ontzettend leuk. Jij ook. Vond ik ook. Nou ja, we gaan wel zien waar we naartoe gaan met tweeën. Lijkt me leuk. Maar het lijkt me echt heel leuk om je nog een keer zonder al die camera's te zien. Ja, nou ja, insgelijks. Ja? Gaan we dat doen. Nice, goed. Gezellig. Luchthuk. Yes. Ik haat corona echt, jongens. Ik vond Dave wel losser gekomen dan de eerste date. Ik vond je gelijk eigenlijk van het begin af aan al heel erg extravert en enthousiast. En dat is nagenoeg wel gebleven. Tweede date kwam je al losser. Ja, klopt. Ja. Klopt wat je zegt. Ben je heel erg veranderd? Met het eerste beeld wat ik van je had? Nee, niet echt eigenlijk. Voor mij persoonlijk was het vanavond. Dat vond ik het leukst. Maar ik vond jouw ontmoeting met Kees ook leuk. De geit. In het dierenboerderij. Ja. En het kleien, want je bent er echt heel goed in kleien. Ja, dat zijn al die drie momenten. Ja, oké, dat is waar. Dus. 4 kinderen. Op een mooi rustig weilandje. In de buurt van de stad. In de buurt van de stad, maar wel vrijstaand. Enigszins aan het water met 2 honden. En heel veel sneakers. Oh ja, heel veel sneakers inderdaad. Ja, ja. Ga je hem nou ook aan mij stellen? Oké, okay, liefde is het beste in elkaar naar boven halen. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Herhalen, ja, ik kom eraan. Liefde is een aanvulling zijn op elkaar en geen invulling. Ik voel me zo first dates, oh mijn god. Het zit erop, mijn experiment om de formule van de liefde te ontcijferen. En wat blijkt? Iedereen struggelt op zijn of haar manier met de liefde. Maar uiteindelijk lijkt wel dat op ieder potje een prachtige, op maat gemaakte deksel past. En dat geeft weer hoop voor de toekomst. Voor mij, misschien wel met Dave, met iemand anders, misschien wel met jou. Voor nu wil ik nog maar één ding zeggen. En dat is proost op de liefde. Ik word echt vet dronken als ik dit nog heel vaak ga doen. Oké, proost. Dit was mijn zoektocht naar de liefde. Uiteindelijk is het contact met Dave wat verwaterd. Of nou ja, eigenlijk gewoon verdwenen. Maar heb ik nog wel met een van de andere jongens een hele leuke avond gehad. Of ik mijn ware liefde gevonden heb, ja, dat weet ik nog niet. Maar ik ben in ieder geval een hele hoop wijzer geworden.